daar zijn we dan, voor de afsluiting van onze bijzondere carnaval. En we sluiten altijd af met Nolleke no Nolleke, dus dat willen we dit jaar ook weer doen. Dus Nolleke no Nolleke! Nolleke no Nolleke! Hier op de markt! Hier op de markt! Wat waren toch weer mooi! Wat waren toch weer mooi! En wat waren toch apart! En wat waren toch apart! Nolleke no Nolleke! Nolleke no Nolleke! Hier op uw eigen stekske! Hier op uw eigen stekske! Ah, dan ga je in het vastenavond Zotterland! Maar dan ga je in vastenavond Zotterland! Het allermooiste plekje! Het allermooiste plekje! Nolleke no Nolleke! Nolleke no Nolleke! O Nolleke Charlotte! O Nolleke Charlotte! Met jou in ons midden, met jou in ons midden, komt deze bijzondere carnaval niet meer kapot. Komt deze bijzondere carnaval niet meer kapot. Een nolleke no nolleke. Nolleke no nolleke. Gij stond hier in onze rug. Gij stond hier in onze rug. Ja, gij genoot met deze dagen. Gij genoot met deze dagen. Maar dit jaar neemde gij een grote vlucht. Hey Nolleke, hoe was jouw carnaval dit jaar? Hey Prieske, nou, dat zou ik u eens vertellen. Het was wel heel erg koud hier zo op de markt. Ja, dat klopt wel, hey Nolleke, maar met de Nolle Fema dat toch een lekker warm gezelschap? Ja, dat klopt wel, Prieske. Het was heel erg gezellig hier, met die Nolle Fame. En natuurlijk ook met al die zottekes en zottinnekes die met die speurtocht bezig waren. En hier ook op de markt kwamen kijken. Ja, het was een echte zotte zaterdag hier in het vastenavond Zotterland. Ja, inderdaad, Prieske. Het verwarmde mij ook om al die zottekes en zottinnekes zo te zien genieten. Maar kun jij zorgen dat ik volgend jaar weer gewoon een jasje aan krijg? Ja, natuurlijk, Nolleke, daar gaan we ons best voor doen, hè. Maar ik wil eigenlijk wel wat met jou afspreken. Dan ga je nou een nieuw motto voor ons hebt. Dan gaan wij ons best doen dat jij volgend jaar weer warmjes bij zit. Nou, dat is dan afgesproken, Prieske. Kijk maar achter het veldteken. Daar heb ik een nieuw motto weggelegd. Houdoe! Zotjes en zottinnetjes, zoals we zien, we kunnen de nol niet afsteken. Maar
dit jaar gaat de Nol een mooie reis maken. En dan gaan we hopen dat je het warmere plekje gaat vinden als nou. En dat je volgend jaar weer in zijn volle glorie terug mag komen hier in het Vastenavond Zotterland. Dat gaan we zeker wensen. Volgend jaar een gewone carnaval. Onze Nol die gaat met de wensballon omhoog. En we wensen erbij dat we volgend jaar weer een gewone goede carnaval kunnen vieren. En dat we het dubbel en dwars in kunnen halen. Wat had je maar even de lucht gedaan? Dat is goed, hè? Ja. Want dit zijn. Ja, zoetjes en zotinnetjes, en dat is dan weer het einde van dit carnaval, dit bijzondere carnaval. Dan rest ons nog één ding, dat is de veren in de steek af te nemen. Dus bij deze... Zijn dat mijn veren? De veren zijn altijd drie veren. En eentje is er altijd voor het publiek. Deze veer is voor het publiek altijd. Nu is het door de coronamaatregelen niet mogelijk om die het publiek in te gooien. Dus hebben we bedacht, wat nou als we deze veer nou eens aan onze Nol zouden geven. Nol Charlotte krijgt dit jaar de veer, omdat hij toch zo in zijn pakje stond dat niemand eigenlijk wil staan. Dus deze is voor onze Nol en die neemt hem volgend jaar mee terug, zodat we dubbel en dwars de carnaval kunnen vieren. Nou dan, met een veer. Een veer, noem het maar even de coronaveer, de eerste coronaveer die ik weg mag geven aan een gewoon persoon. En deze persoon heeft heel veel gedaan, ook voor dit carnaval, en is zichzelf duidelijk aan het overtreffen. En ik ben benieuwd wie het open gaat doen. We hebben een veer van de prins en deze is voor dit jaar voor Christian Verkaan. Dankjewel. Dat is een hele goede. Het is dik en dik verdiend. Het werk dat je dit jaar verzet hebt is onbeschrijfelijk. We hebben zoveel leuke filmpjes voorbij zien komen. Een speurtocht, de liedjes. Overal wat opnemen samen met Corine. Ik moet eerlijk zeggen, mijn gigantische hartelijke dank en vandaag een dikke veer verdiend. Maar eigenlijk is hij voor de hele team. Dat klopt. Maar ik zeg al, dit jaar heb ik gigantisch veel werk gezet en ik zeg, ga je het deze veer dik en dik verdiend. Ja. Echt heel erg. Alsjeblieft. En dankjewel. Oh, voor de rest bij de volgende veer. De volgende veer is voor iemand die we allemaal kennen, denk ik. Heel vast vanavond Zotland kent hem. En zo zien we elkaar niet zo heel veel en zo zien we elkaar heel dikwijls. Lars Lenaars, kerel. Een dikke, dikke veer. En dat ga je verdienen. Dankjewel. Niet alleen deze carnaval, maar voor alle dingen die jij doet binnen het vast vanavond Zotland. Ja, ik doe het mij heel veel plezier, dat weet je. Dat weet ik, dat mag ook wel benoemd worden. Nou, en bij deze. Bedankt. Ja, vind ik leuk. Dat vind ik leuk, dankjewel. Deze dik en dik verdient. Helemaal goed. Buiten dat hij met de quiz bezig geweest is, is hij aan alle kanten meegeholpen om dit jaar toch een leuk carnaval weg te zetten. Dus bij deze. Laten we hopen dat het gelukt is, toch? Zeker weten, zeker weten. Ik krijg niks alleen positieve reacties. Dus bij deze. Daar doen we het voor. Hartstikke bedankt. Jij bedankt, jullie bedankt. Kijk, en dan staan we weer op het volgende plek. Een plek bij een familie die ook heel veel doet voor heel ons Vastenavond Zotterland. Die overal zo'n beetje bij betrokken is. En we hebben er van een andere kant gezien dit jaar. Van de muzikale kant. En het was hartstikke leuk.
En ik ben benieuwd wie het er open gaat doen. Wij zijn niet thuis! En de goeie doet open. Wij zijn niet thuis! Precies degene die ik moest hemmen. Nee. Precies degene die ik moest hemmen. Jongen. Corine. Nee. Ja. Ik heb voor jou... Waarom doe je dit? Een paar haarschoentjes van dit bijzonder carnavalsjaar. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben super blij met alles wat jullie allemaal gedaan hebben. Heel de familie Postmus, die is overal bij betrokken. En jij van het jaar voorop, buiten bij het veldteken, met de filmpjes, met het liedje, mee. Echt, we konden het niet zo gek verzinnen. Of Corine. Oh ja, dat is geen probleem, dat doe ik wel. En er komt er wat bij je en ik help wel even. Dus bij deze een klein bedankje van de prins. Kijk, hij daar. Jezus, ik word hier helemaal emotioneel van. Stop. Dik en dik verdiend. Oh, dankjewel. Ja, nou, dan kan ik niet eens knuffelen. Kijkjes. We staan hier ook bij een familie die dit jaar heel veel gedaan heeft met de carnaval. Mede dankzij hun is er een heel leuke Zotte Zaterdag. Mede dankzij hun hebben we ook een krant. De carnavalskrant. En ik hoop dat er iemand thuis is, maar ik ga eruit van wel. En hier zijn we bij de familie. En vertegenwoordigd in hoogste eigen persoon door Bas Mol. Goedemorgen, Bas! Ja, wat een verrassing! Ja. Bas, je hebt heel veel gedaan, al meerdere jaren voor de carnaval, dit jaar extreem veel. En daarvoor wil ik jou als prins bedanken met de paar handschoenen. Het is een kleine geste van de prins, maar ik hoop dat je nog lang moet doen. Dat je lang wilt doen. Een kleine geste, groot gebaar, af. Ik mag het open. Dankjewel. Ik ga zeker door. Dik en dik van je. Ja. Ik mis nog even deze zonnebruin van carnaval. Ja. En dan kunnen we, dan is het allemaal leeg en dan kunnen we volgend jaar weer mee met de thema. Ja, zeker weten. Top! Zeker met deze een mooi plekje geven. Hartstikke bedankt. Ja, was de avond zotte. Dit was carnaval 2021. Sorry, ik loop al op de zaken vooruit. Het was een apart jaar. We begonnen met we zijn in vorm. We hebben er een andere vorm gemaakt. En we gaan nu maar uitvormen, denk ik. We gaan nu naar het officiële gedeelte om Prins Ad en Nariko ook uiteraard weer te deinstalleren. Zodat ze volgend jaar hopelijk voor een nieuw carnaval in 2022 weer paraat staan. Dan kan ik de steek en zijn muts in bewaring nemen. En dan hoop ik dat we volgend jaar weer op een normaal carnaval kunnen rekenen. Ik hoop allemaal in goede gezondheid uiteraard. Dus wie zat? Buig of ga even op de knieën voor mij. Nariko, ik wil vragen of jij je eigen muts ondertussen wil afnemen. Als ik de steek afneem. Dan tellen we even van 11 naar 0 af. En we beginnen uiteraard bij 11. 11, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit was het. Dank jullie allemaal. Iedereen bedankt voor de geweldige inzet die we hier ook allemaal zien. Deze mensen onder andere, maar ook alle andere mensen achter de schermen. Hartstikke bedankt voor dit jaar. En hopelijk tot volgend jaar. Houdoe.
Ja, shotjes en zontinnetjes. Dat was het. Einde van carnaval 2021, het coronacarnaval. Ik hoop dat door degenen die alle moeite hebben gedaan, en dan noem ik maar een bouwploeg van de VHZ, om hier ook die Knoll of Fame in elkaar te draaien. Dan noem ik dan toch maar het creatieve team die dan het liedje gedaan heeft. Het filmpje ervoor. De zotte tochtjes gemaakt heeft. En alle zotten en zottinnen die daar ook mee geholpen hebben om die Knoll of Fame in elkaar te draaien. Alle zotten en zottinnen die meegedaan hebben om het langste carnavalslied van het Vastenavond Zottermand te krijgen. Daar wil ik iedereen gigantisch voor bedanken. Ik zou zeggen, tot volgend jaar. En dan hoop ik dat iedereen gezond en wel weer mee kan doen met volgende carnaval.